Zoals jullie al zien, staat deze dag in het teken van alles eraan doen om beter te worden. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Bastiaan en ik heb echt kut te slapen. Gewoon helemaal kut. Ja, ik ben super ziek. Dat hoor je ook wel aan mijn stem. Ik voel me gewoon niet lekker. Mijn neus is helemaal dicht. Ik wilde vannacht gewoon op tijd slapen. Is dus niet gelukt. Want, ja, wacht. Ik zal het eens even laten zien in de spiegel. Ik wilde dus op tijd gaan slapen. En dat was echt rond een uurtje of 11:30 of zo. Dacht ik, nou weet je wel, ga lekker in mijn bed liggen. Ik kwam maar niet in slaap. En toen dacht ik bij mezelf, oké, weet je wat, dat is dan misschien vervelend, dan gewoon eventjes proberen te slapen. Maar ik kwam gewoon niet in slaap omdat mijn neus zo vol zat, zo dicht zat, dat gewoon ik geen adem kon halen. Dus ik heb waarschijnlijk vannacht ook superveel gesnurkt. En dan komen we op één manier achter en ik pak even mijn telefoon erbij. Want mijn telefoon ligt hier op bed. Mijn telefoon ligt hier op bed. Even kijken. Ik ga naar de app toe waar ik mijn wekker heb staan. En dan gaan we eens luisteren naar mijn snurk voor vannacht. Ik heb echt, denk ik. Hier. Ik kan het jullie laten zien. Of laten. Ik kan het jullie vertellen wanneer ik heb gesnurkt. 2 uur 39, 2 uur 41, 2 uur 48, 2 uur 53, 3 uur 11, 3 uur 16, 3 uur 18, 3 uur 23, 3 uur 28, 4 uur 16, 4 uur 23, 4 uur 45, 4 uur 50, 4 uur 58, 5 uur 20, 7 uur 5, 7 uur 7. Allemaal gesnurkt. Komt-ie. Zoals je hoort, snurk ik pittig goed. Zo, deze heftig. Holy shit, moet je horen. Holy fuck. Maar hij gaat toch gewoon door als ik mijn telefoon uitzet. Ja, nou ja, dat is dus niet heel chill, niet heel fijn. En ik merk echt dat ik daar gewoon, dat het gewoon puur komt dat mijn neus dicht zit. Mijn keel, ga ik niet te veel over zeggen, want straks jinx ik mezelf. Maar die voelt al wel een stukje beter. En ik heb het idee dat dat komt omdat ik toch al veel gember naar binnen heb zitten knallen. En dat helpt altijd wel redelijk goed. Nou, vandaag is in ieder geval een dag dat ik probeer uit te zieken. Want ik moet gewoon beter zijn voor het weekend. Want zondag, en dat is over 3 dagen. Ja, want het is morgen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag vlieg ik om 9:30 weer naar Frankrijk. Dus het is nodig. Ik weet het, zijn de laatste weken zijn echt zwaar hectisch. En jullie zullen waarschijnlijk denken, holy fuck. Maar dan is het wel heel eventjes voorbij. Voor heel eventjes gelukkig. En daar heb ik ook wel heel veel zin in. Klinkt misschien gek, klinkt misschien verwend. Maar ik merk gewoon dat het mij opbreekt. Dat ik me kapot maak. Want, nou ja, laat ik zo zeggen. Dat leg ik jullie later wel uit deze dag. Waarom het mij kapot maakt. Nu is het eerst even tijd om even te gaan douchen. Ah, en mijn neus zit nog steeds vol. En toen kwam ik met het briljante idee om naar buiten te gaan. Maar dan moet ik wel even mijn handschoenen gaan pakken, want het is echt kut weer. Want ik wil namelijk eventjes naar de markt toe. De markt is nog open voor een paar minuutjes, nog ongeveer een kwartier, als het goed is nu. En het is ongeveer 5 minuten rijden. Dus we hebben nog 10 minuten op de markt zelf, om dat te kunnen... Ja, om daar wat te kunnen fixen. Zoals je hoort, ben ik nog steeds niet veel beter dan dat ik al was. Maar ik moet echt eventjes wat fruit en groente en zo hebben. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, ga ik gewoon even naar de markt toe. En dan is het maar de vraag of ze open zijn. En desnoods ga ik sowieso naar de supermarkt. Maar dat is maar eventjes om het goedkoper te krijgen. Als het lukt bij de markt, super chill. Als het niet lukt, ga ik naar de supermarkt. Dan lukt het alsnog. Dit is al 5 euro. Hey, mag ik 2 dozen? Ja, dat is goed. Zo, het is gelukt. Ik heb al mijn fruit kunnen halen, al mijn groenten kunnen halen, al mijn gember kunnen halen. En ik heb zelfs ook nog eens een bosje bloemen meegenomen. Omdat ik dacht bij mezelf, ja, waarom niet? Oh, ik vlog even heel even met mijn telefoon. Mijn camera zit in mijn tas. Daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin om te pakken op dit moment. Want het zit helemaal onder in mijn tas, die camera. Dus ja, laat me lekker zitten. We gaan even lekker terug naar huis. En mijn snorretje met het mutje staat er goed op. Met die extra geaccentueerd. Holy shit. Ook als ik het zie, denk ik, heb ik nou een snor? Oh ja, ik heb een snor.
Dit zijn de bloemetjes die ik heb gehaald. Ik zal het lichtje even aanzetten. En het zijn dus bloemetjes. Deze blijven dus heel lang goed. Plus dit is eucalyptus. Als ik dit in water ga zetten, gaat het vanzelf open en gaat het lekker ruiken. Dat is goed als je ziek bent. Heb ik in ieder geval geleerd van alle tips die ik heb gekregen de laatste dagen. Eucalyptus is heel goed voor ziek zijn. En zoals je ziet, zoals je hoort, ben ik weer extra verkouden omdat ik net buiten ben geweest. Maar ik heb wel, heel slim, kiwi en gember gehaald, nog meer. Ik heb blauwe bessen gehaald, die eigenlijk in het bakje zaten, maar allemaal uit het bakje zijn. What the fuck, dat zat in het bakje. Dit zit er allemaal naast, oké, helemaal top. En sinaasappels, heel veel sinaasappels. Zodat ik zo meteen even een goede shake ga maken, goede smoothie ga maken voor mezelf. Zodat ik zeker weet dat ik genoeg vitaminetjes binnenkrijg. Vitaminetjes! Jazeker! Oh, ik blijf vastzitten met mijn tas. Ja, je ziet het mij natuurlijk niet, maar ik had mijn licht niet aanstaan op mijn kamer. Maar dat is wat ik nu ga doen. Ik ga nu eerst even en ga deze even in een vaas zetten. Die vaas die daar staat. Die is niet heel groot, die vaas. Maar die heb ik van mijn mama gekregen. Ben ik serieus heel blij mee nog steeds. Maar dan moet dit in. En dat komt wel goed. Alleen ik moet even een beetje afknippen. Dus dat is wel een beetje werk, maar ja, op zich niet erg. Dat komt wel goed, dat gaat ons lukken. Ik heb eventjes ervoor gezorgd dat ik dit kleine dingetje heb. En in dit kleine dingetje ga ik de gember doen. Die heb ik gesneden. Als het goed is, is dit meer dan genoeg gember. We gaan het vanzelf zien. Goed pakken, lastig. Zo, dan gaat dit dingetje erop. Ik ga hem even goed vastdraaien. En dan gaan we hem hierin doen. En dan ga ik kijken of dit ding... Moet ik dit nog een keertje persen? Dit is geperste gember. En als ik dit nou ga ruiken... Dat is niet normaal. Deze geur die hier afkomt is echt bizar. Zo. Oké, wat we wel kunnen doen nu, is wel heel chill, is dit eventjes op dit plankje gaan leggen, wat ik hier heb staan, dit plankje. Dan zet ik de camera even iets verder achteruit. Zo, naar beneden gericht. Dan kunnen we dit doen, als het goed is. Zo. Ik heb net mijn handen gewassen, dus dat is goed. En als het dus goed is... Dan kunnen wij dit, nou, dat is echt misschien een heel vies werkje, dan zullen jullie denken, get van hem, waarom zou je dat doen? Maar, dan kunnen we een glaasje pakken. Geen glaasje. Kunnen we beter een theekopje pakken, want dan is het... Kunnen we beter een theekopje pakken, want dan is het makkelijker te persen. Gaan we dit vastpakken, zo, en dan gaan we erin knijpen. Oh, shit, dat was niet de bedoeling. Zo. Nee, niet allemaal er doorheen vallen nou. Zo, en dan komt hier, als het goed is, heel veel vocht uit. Ja, het is echt vies, ik weet het. Ik weet dat het er heel vies uitziet, jongens. En dit is ook echt, ziet er, het is gewoon eigenlijk heel vies. Ja, heel eerlijk, ik kan wel veel zeggen, maar het is gewoon vies. En dan hebben we een soort van onze eigen juicer. Oké, nou, ik weet niet of hier nog in zit. Ik kan nog even proberen om even mijn andere hand te doen. Moet ik eventjes dit een beetje proppen. Zo. Eigenlijk wat ik nu heb gedaan, is een soort van slow juicer in haar gedaan. Een slow juicer betekent eigenlijk letterlijk dat hij dus gewoon iets juice maakt. Kijk, dit is dus vocht. En dat ziet er ook echt serieus vies uit, I know. Maar slow juicer doe je dus de gember er helemaal in. En dan maakt hij dus, verpulvert hij dat. En dat perst hij vervolgens op een hele rustige manier door een dingetje heen. En dan komt er ook vocht uit. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik nu heb gedaan. Maar dan... Ja, net iets anders in de zin van dan met mijn handen. Ja. Maar ik heb geen slow juicer, dus dan moet het maar zo. Ik heb dit trouwens gewoon even net serieus zelf verzonnen. Want ik zocht op internet naar manieren hoe je dat kan doen. En ik kwam er eigenlijk op neer dat het vaak gewoon moet snijden. En dan heel klein moet doen. En dan door iets heen duwen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb ook geen zin om nog iets meer vies te maken. Moet ik weer schoonmaken. Dan met mijn handen, toch? Kan ook gewoon. Daar gaan we. Dit is echt trouwens fucking veel, hè? ik heb hier geen shotglaasjes. Nee, we hebben geen shotglaasjes. Zo ontzettend volwassen zijn wij, jongens. We hebben gewoon geen shotglaasjes. Hoe bizar is dat? Nou, ik denk dat dit veel meer is dan dat ik laatst op heb. Maar maakt niet uit. We gaan het proberen. Oh, dit wordt zo sterk. Oh, ik heb hier nou al geen zin in, hè? Oh, nee. Oké. Ah! Oh. Zo.
relaxed in de fik. Maar ik voel me wel meteen heel veel beter. Nu gaan we even een smoothie maken. Want dat is ook goed voor de fruitjes. Dus jongens, het is opgeruimd in 3, 2, 1. En dan is er een smoothie klaar. En zo had je net alles opgeruimd. En is het weer net zo smerig als voorheen. Alleen het liggen er andere dingen. Er zit dus 1 kiwi in. 2 sinaasappels. Een handje met blauwe bessen. Ongeveer 4 scheppen, 3 scheppen kwark. En wat havermout. En hier gaan we even lekker van genieten. Zoals je al ziet, staat deze dag in het teken van alles eraan doen om beter te worden. Kijk eens aan dan, hé. Hey. Goeiedag, dit ziet er goed uit. Jezus, man. Hij komt eigenlijk alleen maar... Zo, het ruikt ook lekker. Dit komt alleen maar doordat er blauwe bessen in zitten. Daardoor ruikt hij zo... Daardoor ziet de kleur er zo uit. Als ik gewoon alleen kiwi en sinaasappel en kwark had gebruikt, was het echt een heel ander kleurtje geweest. Oh, maar dit is wel echt goed. Dit is heel lekker. Oké, ik ga er even van genieten. Ga ik even werken. Dan gaan we daarna naar stap nummer 3 om onszelf beter te voelen. En ik had het jullie nog niet eens laten zien. Kijk, zo ziet hij eruit. Hoe tof is dit geworden? Ik heb die plant die daar stond, heb ik heel even hier achter gezet. Ja, maakt op zich natuurlijk niet zo heel veel uit op dit moment. Want heel eerlijk, de plek waar die staat is op zich goed. Die gaat toch niet zo super lang mee. Maar wat hier heel erg fijn aan is, is dat hij dus geur afgeeft. Dus hij is eucalyptus. En dat is beter, want anders gaat hij al die scheetjes van mij, gaat hij dan gewoon lekker weghalen. Ja, nou ja, goed verhaal, lekker kort. Ziet er goed uit, ben ik blij mee. Nice. Is ook goed voor geur. Want als je nou ook hier binnenkomt, dan ruik ik het ook een stuk beter. Ja, ik ruik op dit moment helemaal niks. Maar toen straks toen ik binnenkwam, rook ik het heel eventjes. En nu is die geur alweer weg. Want ja, mijn neus zit weer knijtertje vol. We zijn dus aangekomen bij stap 3 van het beter voelen vandaag. En stap 3 betekent, heel simpel, dat ik eerst even lekker naar de wc ga. Want ik moet echt heel nodig pissen. Plassen. En dan gaan we naar de zonnebank. We gaan even naar de zonnebank. Ik doe dat niet vaak, ik doe dat eigenlijk nooit. Ik doe dat 1 keer per jaar meestal. Als het echt koud is in Nederland, dus echt winter. Maar nu dacht ik, warm, heel veel warmte, is heel goed voor je poriën. Dan gaan je poriën openstaan. En sport op dit moment is echt geen optie, want dan krijg je waarschijnlijk meteen weer koppijn. Want ik heb al, ik ben al redelijk toch wel ziek. Dus alleen maar geen goed idee. Dan maar naar de zonnebank. Dus we gaan onszelf eens even aankleden, onszelf klaarmaken om naar de zonnebank te gaan. Zo, daar zijn we dan jongens. In de zonnestudio. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal gaan. Ik ga lekker hieronder liggen. Het is wel super blauw trouwens. Even 20 minuutjes hieronder. Ja, lachen. Ik heb zelfs allemaal kleren uitgedaan. Je hebt dan zo'n, wat is het, een of andere fresh and clean ding. Als ik ga liggen, als het goed is, dan moet ik op een knopje drukken daar en dan gaat hij aan. Volgens mij loopt de tijd ook af op dit moment. Maar ja, het komt goed. Ik ga lekker naar binnen. Tot over 20 minuutjes. Ja, dat was hem dan. Ik heb echt serieus fucking chill hieronder gezeten. Even muziek uitzetten, want die muziek kwam ondertussen wel uit. Oh, ik kan die muziek niet bedienen. Nou, top. Mijn haar zit er ook echt tering goed trouwens. Holy shit. Het was echt heel fijn. Mijn neus is volledig open. Dus dat is echt positief. En we hebben nummertje 3 afgerond vandaag. Van onze beterschaptherapie proberen beter te worden. Ik hoop dat het beter wordt. Maar nu ga ik even dingen uitzetten. Want dit geruide muziek heeft geen zin voor mij. En op het moment dat ik mijn camera uitzet, gaat ineens de muziek uit. Ja. Nou, ik vond het echt fucking chill. 20 minuutjes onder. Ik denk dat ik wel blij mee geworden, maar dat is maar 1 manier om erachter te komen, thuis. We zijn thuis gekomen van de zonnebank en de vlek op de bank gezeten. Maar ik zat dus te kijken naar mezelf en jij zei al van, joh, je bent ook een beetje bruiner. Maar het is inderdaad zo, ik ben echt een stuk bruiner geworden door die zonnebank. Dat is natuurlijk het hele ding, het hele effect van de zonnebank uiteindelijk natuurlijk. Maar ik had best wel iets gekozen wat redelijk normaal was. 880 of zo, ik weet niet of iemand iets zegt. Blijkbaar zitten normale mensen doen 1100, dus ik had zoiets van 880 valt best mee. Dat kan nog wel. Ik ben goed verkleurd. Mijn armen zijn echt een stuk bruiner dan dat ze waren. Jammer dat ik geen vergelijksmateriaal heb gemaakt van tevoren, omdat ik niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Maar ja, het is wel echt holy shit, wat een verschil. En ik kan ademhalen. Het heeft echt super veel zin om dus te
zonder banken. Voor mijn gezondheid. Dat is heel fijn. Dus als je dus zelf ziek bent, die drie stappen. Gimbershotje, smoothie maken voor jezelf. Dus lekker veel gimbershotjes. Goed voor je keel, goed voor je lichaam. Dat maakt alles een beetje een soort van detox-achtig. Dan heb je ook nog die fruit. Ook heel goed voor je. En dan heb je ook nog een zonnebank. Wat ook heel goed is voor je in je lichaam. Waar je dus vitamine D binnenkrijgt. Die je vaak nodig hebt in de winter. Dit is gelukt. Lekker. Heerlijk. En nu is het tijd om kapsalon te gaan bestellen. Want daar hebben we zin in. En waarom niet? Als het kan, waarom niet? Oh, lekker. Vandaag zo gezond gegeten. En dan is het nu tijd om mezelf helemaal vol te proppen met smerig eten. Of ja, lekker eten, maar slecht eten. Wat zou dit zijn? Had jij met of zonder? Oké, nice. Dat is een partijtje lang geleden dat ik een frikandel speciaal naar binnen heb geknald. Jezus Christus. Dat was een partijtje lekker. Niet normaal. Daar heb ik echt eventjes goed van genoten. En heel gek, waarom staat deze zo ver naar voren? Zo hoort het te staan. Dat heb ik waarschijnlijk gewoon zelf gedaan, maar heel raar. Oké, wacht. Dit is niet goed. Zie je dat? Oké, die moeten we even tegenhouden. Deze lamp gebruik ik trouwens bijna nooit. Ik heb hem altijd geïnstalleerd staan. Want als ik aan het bellen ben, aan het facetimen ben, met bedrijven, dan staat die lamp aan. Dat is beter licht. Dat is misschien ook wat chiller en zo. Maar in ieder geval, was lekker. Was erg lekker. En nu ga ik lekker achter mijn laptop zitten. En gaan we weer even aan de slag. Thumbnailtje maken. Beginnen aan een video van EF. En even kijken of ik de documentaire kan afmaken vanavond. Ik hoop het stiekem wel. Zou heel chill zijn dat ik hem af heb. Want dan kan ik hem, als het goed is, het liefste, laat ik het zo zeggen, maandag om online knallen. Ik zal nog even mijn was opruimen die ik hier heb opgehangen. Want die is bijna droog als het goed is. Is het droog? Het is nog niet helemaal droog. Nee. Hij valt er wel vanaf. Volgens mij wil hij niet meer droog worden. Laat ik het zo zeggen. Maar dan ga ik even lekker wat eten pakken. Ik zit even te denken wat ik ga pakken. Ik denk dat ik even een stukje stokbrood ga pakken. En die even ga besmeren. En dan ga ik op achter de tv zitten. Ga ik een keuringsdienst van waarde kijken. Heel erg veel zin in. Vind ik een heel leuk programma. Kijk altijd terug op NPO Gemist. Maar dan wil ik jullie wel nu bedanken voor het kijken deze video. Vond je het leuk? Zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en knijpen beneden. En dan zeg je morgen zeker weer met een nieuwe video om 4:30. Ik heb vandaag echt goed uitgeziekt. Mijn neus zit bijna niet meer vol. Ik denk ook als ik zo meteen ga slapen dat het echt wel goed gaat komen. En morgen vroeg is het tijd voor weer een gembershotje. Als jullie nou ook zo'n gembershotje willen maken, nu weet je hoe het moet. Of je koopt gewoon een slow juicer. En is het ook makkelijk te doen. Tot morgen. Bij om 4:30. Later.